eendjes. Nou, we gaan nu de aardappelen oogsten die al 100 jaar in de familie zitten. Hoe heette die aardappels ook alweer, man? Blauwpittertjes. Dus misschien over 100 jaar is dit een filmpje over een zeldzame aardappelsoort. Oh, ik word trots op mijn Echinacee. Kijk, de aardappelplanten zijn hier zo allemaal weg. Dus we gaan gewoon een heleboel omspitten. Ja. Omdat we niet meer kunnen zien... Nee, ik denk hier stond er één. Ik had ze een beetje in een rij gezet. Ja, dat klopt. Oh ja, dat kun je nog wel zien. Ja. Nou, doe ik even pauze en pak ik de riek. Kan ik het laten zien? Moet je die close-up blauwpittertje? Dit is een blauwpittertje, ja, omdat die paarse pitjes heeft. Ja, paars pittertje, blauwpittertje. Zie je dat? Ja. De eendjes komen nu ook kijken. Nou, moet ik even spitten. De aardappels die op de mest op zijn veel groter. Ja, hier is de grond ook behoorlijk zanderig. Ja. Hè? Ja. Nou, schiet wel lekker op, maar... Maar je doet het goed en ze hebben weinig ziekte hier. Ja, want ze komen eigenlijk van de kleigrond, hè? Dus hier is het een stuk barrer allemaal. Kijk, we zijn nu aangekomen bij... Dit is trouwens dezelfde familie, hè, als de tomaat en de aardappel. Ja, nachtvader. Deze aardappels zijn zich al aan het ontwikkelen, zei mijn moeder. Klopt helemaal. Kijk nou. Dat is beter. Zo. Sommige worden al een beetje groenig, dat is niet zo goed, hè? Nee, groen is als ze te dicht aan de oppervlakte liggen. Dan krijgen ze, dat is daglicht. Kunnen ze giftig worden als je te veel... Wel een hele hoop pootaardappeltjes. Nou, die eentjes zijn super gezellig. Hallo lieverd. Ja. De eentjes is ook gezellig. Nou, we zijn klaar. De boel is omgespit. Dan hebben de blauwe pittertjes ook alweer eruit. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering.